ik heb een ruzie met mijn vriendin, dus misschien als je daar vertelt. Nee. Nee, maar... Ik ben Lars, ik ben designer bij Soldiers at Leisure. Het nieuwe kledingmerk, nostalgisch Amsterdam, dat brengen wij de wereld in. Soldiers at Leisure is eigenlijk een streetwear brand, eigenlijk gebaseerd op Amsterdam. En dan met name het nostalgische Amsterdam. Museumstukken, oude prenten, dat soort items willen wij gewoon terugbrengen op kleding, op streetwear. We proberen het te vertalen in ieder geval naar streetwear. Ja, de basis is eigenlijk gelegd vanuit het kledingmerk AFCA voor de fanatieke Ajax supporters. Daar ben ik jaren geleden door gevraagd om daar dingen voor te ontwerpen. Uiteindelijk gaandeweg zijn we erachter gekomen van oké, we willen gewoon graag iets erbij doen. En daar willen we gewoon eigenlijk een hele andere koers mee varen. Toen hebben we eigenlijk met z'n drieën besloten van oké, we gaan het Soldiers at Leisure noemen. En we willen daar gewoon echt een beetje de oude nostalgische Amsterdam gevoel terugbrengen in kleding. Dus de basis is gelegd bij AFCA en het is nu uitgegroeid tot een zelfstandig kledingmerk wat er helemaal wat ernaast loopt eigenlijk. De naam Soldiers at Leisure, ja, waar dat is vandaan gekomen. Het is eigenlijk gebaseerd op de oude schilderkunst vanuit de Gouden Eeuw. Dat heette toen in het Nederlands het korte gaatje. Dat vertaalt eigenlijk de prenten en de kunstwerken van die tijd. Met name over soldaten in hun vrije tijd. Ja, dus bier drinken, hoeren, snoeren, verzin het maar. Allerlei gekkigheid wat soldaten doen in hun vrije tijd. Zo zijn we eigenlijk bij de merknaam gekomen. Dat is terug te zien in ons werk, of met name in de kleding, doordat we juist ook wel een beetje gewaagde uitspraken willen doen. Maar ook gewoon de grenzen wel durven op te zoeken, weet je, met name met afbeeldingen. En ook bijvoorbeeld een skull is een veel voorkomend iets, weet je, wat weer misschien wel heel ruig is. Maar ook weer de engelen, die compenseren juist dat ruige beeld, denk ik alweer. De tekst die je erachter ziet, ja, dat refereert misschien weer een beetje naar... Nou ja, dat kan je refereren naar bijvoorbeeld de krakersrellen. Weet je, gewoon gekkigheid in de stad, wat er allemaal gebeurt. Soldiers at Leisure bestaat nu sinds 2014. Eind 2014, december, zijn we eigenlijk gelanceerd. Het was eigenlijk de bedoeling dat we wat eerder zouden lanceren, de zomer wat we eigenlijk voor ogen. Met name omdat we nu op de markt zijn gekomen met een tweetal designs van shirts. De een is in drie kleuren, de andere is gewoon met het al overprint met de engelen. Daarbij is het uiteindelijk december geworden. Dat liep niet allemaal heel erg lekker. Met name de productie, de kwaliteit die wij echt voor ogen hadden, dat was er niet. Dus daarmee hebben we gewacht tot december. Toen hadden we wel die productie. En dacht van ja, oké, fuck it. We moeten nu gewoon, we moeten dit lanceren. Dan zit je wel in december met een t-shirtlijn, weet je. Wat op zich best wel lastig is. Toen hebben we ervoor gekozen om een beanie te maken. Die is nu momenteel in twee kleuren, in grijs en zwart. We hebben echt een best wel heel coole metalen badge hebben we daarvoor laten maken. En om in ieder geval in december ook een winteritem te hebben. Dus dat is eigenlijk de huidige stand van zaken wat we nu hebben. Wij vinden het gewoon belangrijk dat wat wij mooi vinden, dat doen wij gewoon. En als mensen dat inderdaad in het hokje streetwear plaatsen, fijn. Daarna komt wel dat we nu gewoon de huidige streetwear zien, vinden we... misschien toch te makkelijk, weet je, te gekopieerd, te simpel. Ik op het moment dat vandaag we denk ik draag mijn pet naar links en als het mee zit dan draagt volgende week iedereen zijn pet naar links. Ik mis daarin echt de inhoud, weet je, een verhaal. Dat wil ik niet zeggen dat wij een keihard verhaal hebben, maar wij staan er wel met z'n drieën echt achter dat wij dit dope vinden. De relatie tussen street art en ons merk is eigenlijk heel klein. We zijn wel alle drie gewoon opgegroeid op de straat. Dus ook opgegroeid met street art, met graffiti. En we hebben eigenlijk met z'n drieën een beetje gebrainstormd van oké, hoe kunnen we ons merk nou toch enigszins op de straat promoten? Nou goed, momenteel wordt de hele stad bestikkerd natuurlijk. En we dachten van laten we gewoon ludiek zijn en we maken of we ontwerpen dan gewoon een cool stencil waarbij we
ja, eigenlijk toch de engelen van de stad op een nostalgische manier weer terug kunnen brengen. En juist gewoon in het hedendaagse loop van de stad past natuurlijk de engelen heel goed daarbij. Amsterdam is toch wel het thema wat heel veel terug zal komen in ons merk. Ja goed, we zijn alle drie Amsterdammer en we hebben gewoon een enorme liefde voor de stad. En met name ook de oude stad, maar ook de nieuwe stad, hoe het gewoon nu is. En er is genoeg te beleven en te zien op straat waarvan, tenminste waar wij mee inspiratie kunnen krijgen om, hey, dat, daar kunnen we wat mee voor een shirt of een korte broek of een muts, whatever. Dus dat, ja, dat zal een terugkomend thema zijn, absoluut. Wat jullie kunnen verwachten van Solid Lesser, we gaan alleen nog maar veel en veel meer op de markt brengen. We hebben echt hele toffe ontwerpen klaarliggen. Voor zowel shirts, sweaters, ja, we zien het eigenlijk allemaal maar. En momenteel zijn we druk bezig om een goede producent te vinden voor onze korte broek. Ja, wij vinden dat, ja, die is echt keihard, weet je. Er komen twee modellen uit. En als het zo wordt uitgebracht hoe wij het nu in ons hoofd hebben en hoe wij het echt hebben ontworpen, ja, dan wordt het wel heel erg dik. Ook daarin komen die engelen wel weer terug. Dat is toch wel een beetje het paradepaardje. En dat is ook wel iets wat, waarvan wij denken van ja, maar dat is Amsterdam, weet je. Happy, 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 happy.